Hey, hallo en een nieuwe week waarin dat ik het met jou zal hebben over relaties. Relaties zijn iets speciaals. Dat is een zin die mij het afgelopen weekend opviel tijdens een gesprek dat ik had. En op dat moment bevestigde ik de zin van mijn gesprekspartner, zei ik van ja, inderdaad. Maar die zin bleef door mijn hoofd spoken, waardoor ik me ben gaan afvragen van is dat eigenlijk wel zo? Nu, hoe dat je met relaties of hoe dat je relaties aangaat, wat dat je moet zeggen in relaties, wat dat je moet doen als je tegen een probleem of obstakel of in een discussie beland bent. Kortom, eigenlijk een handleiding bij relatieproblemen of gewoon bij relaties in het algemeen. Niets van het alles leer je op school. En ik merk het ook tijdens het huisonderwijsproces waar ik met mijn kinderen doorheen ga. Dan merk ik dat het aangaan van relaties, het leren luisteren, het opkomen voor jezelf met respect voor de ander, dat zijn allemaal zaken dat we nergens bewust geleerd hebben. Dus de meeste volwassenen kijken of hebben gekeken naar hun rolmodellen, wat dat vaak hun ouders zijn of een ander vertrouwenspersoon, om te weten, om te zien hoe het dan moet, wat dat je kan doen. Maar wat als jouw rolmodellen eigenlijk zelf niet de beste voorbeelden gekregen hebben? Ben je dan wel ooit in staat om op een evenwichtige manier relaties aan te gaan? En dat is ook vaak een vraag dat je jezelf stelt, of dat je hoort zelfs dat mensen zeggen van kinderen van gescheiden ouders, die gaan later zelf ook scheiden, of weet ik welke visie of overtuiging dat er dan naar boven komt. Maar door zelf vorig jaar door een echtscheiding mee te maken of te ervaren, besef ik nu heel hard dat het eigenlijk niets uitmaakt hoe dat jouw ouders een relatie hadden. Want mijn ouders zijn nog altijd gehuwd. En of dat je ouders gescheiden zijn of niet, dat zegt uiteindelijk ook niets over de manier waarop dat je naar relaties gaat gaan kijken. Ja, het kan wel zijn dat het zijn invloed uitoefent op jouw ontwikkeling. Maar dat hoeft daarom niet te betekenen dat dat voor altijd zo zal zijn. Met andere woorden, je kan het zelf ook veranderen. Je kan de manier waarop je relaties aangaat of wat je geleerd hebt over relaties gaan veranderen. Want als je de zaken die je gezien hebt bij je ouders, bij andere partners, bij andere koppels, bij andere relaties hebt gezien of door eigen ervaringen, dan is het vaak zo dat we vooral de wonden en de vervormde overtuigingen van hun ervaringen hebben overgenomen. Maar dat betekent niet dat jij daarom dezelfde ervaringen zal meemaken. Want uiteindelijk, wees nu eerlijk, wat voor nut zou het dat hebben? Dan zouden we het toch niet met z'n allen moeten incarneren als we het op die manier zouden kunnen leren. Door gewoon te kijken naar anderen en hetzelfde na te doen. Je leert dan eigenlijk enkel op dat moment dat hetgeen wat je gedaan hebt eigenlijk niet de beste keuze voor jou was. De bedoeling van hier op aarde leven is dat je zelf op zoek gaat welke oplossingen die bij jou passen. Op welke manier wil je je relatie ervaren en aanhangen? Wat vind jij belangrijk? En wat geeft jouw emotionele vervulling? En dan meteen ook de vraag van hoe kan je het anders gaan doen? Je zou kunnen zeggen dat relaties complex zijn. Ja, voor een stuk wel, maar gewoon omdat we het complex maken. Wanneer je eigenlijk weet hoe dat echt werkt, dan zijn er geen onoverkomelijke obstakels of problemen. Uiteindelijk zijn er oneindig veel mogelijkheden, zoveel als dat er zielen zijn. Want elke ziel heeft de mogelijkheid om het anders te gaan doen. En het is belangrijk om te weten dat het niet de liefde is die jou gekwetst heeft en jou pijn heeft gedaan, maar wel de verwachtingen die we gecreëerd hebben, die ideeën die we er rond hebben of die we hadden rond over relaties. Dus met eigenlijk andere woorden, jouw eigen bagage heeft jou opnieuw geraakt. En als je kijkt naar relaties die stuk gaan, dan is het vaak ook zo dat relaties stuk gaan, niet alleen omdat mensen de les geleerd hebben, of omdat eigenlijk een karmische les is uitgewerkt. Maar vooral ook vaak omdat we onze eigen gebroken stukken projecteren op de anderen. En dan zien we dat natuurlijk dat je opnieuw een relatie aangaat en opnieuw in dezelfde patronen gaat gaan stappen. Nu, het is belangrijk om te weten dat in wezen niemand schuldig is voor een gebroken relatie. Kijk maar eens rond. Wat zie je gebeuren? In de meeste relaties gooien we angsten en eigenlijk volledige rugzakken met trauma's naar elkaar. En als je dat zelf ervaart of ervaren hebt in een huidige relatie of in vorige relaties, dan ga je ook weten dat je in het begin eigenlijk niet goed weet wat je daarmee moet aanvangen. Je gaat gaan twijfelen naar jezelf. Je bent overweldigd.
Maar eigenlijk op dat moment is het niet jouw taak om de lasten van een ander te dragen. Dus het enige wat je mag doen is de rugzak en liefde teruggeven. Mensen gaan vaak reageren vanuit angsten, vanuit hun eigen onbewuste trauma's en pijnen. En niet veel mensen zijn al klaar om op deze manier, om op een nieuwe manier in relaties te stappen, want uiteindelijk vraagt dat werk. Het vraagt een andere kijk op het leven en dus ook een andere kijk op relaties. Je hebt tijd nodig, energie nodig en vooral veel introspectie om naar jezelf aan de slag te gaan. En wanneer je je gekwetst voelt door het gedrag van een partner, wanneer je ontgoocheld bent of ontgoocheld voelt vooral, omdat je partner anders reageert dan je had gehoopt, dan kan ik je nu al zeggen dat je nog healing te doen hebt. Dat je nog innerlijk werk te doen hebt. En dat is niet erg, zolang dat je niet, dat je eigenlijk stopt met het negeren daarvan. Heel jezelf en heel je relaties. De schaduwen en de pijnen die bovenkomen via onze relaties, zijn er net omdat we ze zouden kunnen healen. Dus ja, relaties zijn iets speciaals. Dat klopt, voor een gedeelte. Omdat we al onze bagage meeslepen in de relatie, terwijl die bagage eigenlijk in het verleden hoort en dus mag losgelaten worden. Dus door je connectie, door je relatie zuiver te houden van al die ballast, zal je merken dat ware, onvoorwaardelijke liefde eigenlijk warm en ongelooflijk magisch aanvoelt. Maar we kunnen dat nu nog niet voelen, want die ballast zit er nog tussen. Die rugzakken staan nog in de weg. Het is jouw taak om je partner niet te belasten met jouw stukken. Dat is jouw verantwoordelijkheid, want het enige dat je partner kan doen en mag doen eigenlijk, is luisteren en er zijn voor jou. Samen het pad lopen. Maar het is aan jou om het werk te doen. En dat zal altijd zo zijn. En of je nu een relatie aangaat met een karmische partner, een soulmate relatie, een tweelingvlam, een tweelingziel, het maakt niet uit. Het innerlijke werk is altijd jouw missie, jouw verantwoordelijkheid. En ja, dat klopt. Je partner, en zeker als het een karmische partner is, die komt jou iets leren. Maar ook een soulmate komt je iets tonen en een tweelingvlam komt je iets tonen en jou iets spiegelen. En net door elkaar de ruimte te geven, elkaar de vrijheid te geven om elk aan zijn eigen stuk te werken, zal je zien dat relaties eigenlijk niet zo moeilijk zijn. Het vraagt wel van je en van je partner om eerlijk en open te zijn. Het is belangrijk om gezonde grenzen te stellen, om afhankelijkheid in relaties te healen en om heelheid in jezelf te gaan creëren. Balans brengen in jezelf en vervolgens in de connectie, maar dat er eigenlijk zal voor zorgen dat je een stevige basis gaat creëren om de heilige relatie te ervaren waar vele zielen naar op zoek zijn. En heilige relaties is eigenlijk wanneer dat twee zielen samenkomen vanuit onvoorwaardelijke liefde. Waar dat er onthechting is en dus eigenlijk elkaar vrijgelaten wordt, of dat je elkaar vrij laat of vrijheid geeft, maar toch is er nog die emotionele betrokkenheid. En er is connectie en liefde vanuit de gezonde energie in plaats vanuit de vervormde energie waar de meeste mensen nu in relatie stappen. Vaak ga je zien dat mensen relaties zoeken om niet alleen te hoeven te zijn. En hoeveel mensen zijn of blijven in relaties omdat ze bang zijn voor de oordelen van anderen, of omdat ze al zo lang samen zijn, of omdat ze getrouwd zijn. Wanneer je oordeelt over iemand anders, dan heb je nog niet het eenheidsbewustzijn omarmd. Want wanneer je leeft vanuit eenheid, dan weet je dat oordeel een uiting is van het zien van jezelf los van de ander, gescheiden van de ander. Terwijl we uiteindelijk alle verbonden zijn en afkomstig zijn van dezelfde energiebron. We zijn gewoon allemaal een andere uiting, een andere frequentie van de bron. Wat dat jij doet in jouw leven, heeft zijn invloed op de rest van ons, ook al zie je dat niet onmiddellijk. Maar dat betekent ook als jij oordeelt over een ander of jezelf beter vindt, dan ontken je ook een belangrijk deel van jezelf. En zal je nooit de diepe, zuivere, onvoorwaardelijke liefde ervaren waar je zo naar verlangt. Dus gezonde emotionele betrokkenheid ontstaat niet vanuit afhankelijkheid, maar net vanuit die ware, oprechte liefde. En kortom, hoe meer je evolueert, hoe meer of hoe ruimer je bewustzijn wordt en je ziel leert over het leven, hoe meer je zal ontdekken dat ook je seksuele relatie zal veranderen. Seks is dan niet langer enkel fysieke daad van genot. Het is helend, het werkt helend. Want seks met de juiste partner en vanuit de juiste intentie brengt eenheid in jezelf, eenheid bij je partner, maar ook eenheid in die relatie. En daarom ga je zien dat mensen met een hoger bewustzijn zich ook meer en meer gaan distancieren van een one-night stand. Net omdat je zoveel energie en dus ballast van de anderen overneemt.
Als je weet dat je al energie kan overnemen door enkel en iemand zijn energieveld te zijn, of zoals bij tweelingvlammen en tweelingziel door de spirituele energetische connectie, dus de energiekoord die er is, dan kan je je wel voorstellen wat hij allemaal gaat overnemen bij een seksuele connectie. Dus opnieuw, ja, relaties zijn speciaal. Maar de sleutel tot een magische, diep verbindende connectie, die ligt in jezelf. Werk aan jezelf. Ga je met jezelf aan de slag. Volg je eigen bliss, je eigen zegen. En zorg dat je meer en meer die trilling aanneemt van je eigen essentie. In plaats van de overgenomen energieën, de overgenomen pijnen, de trauma's, de ideeën, de visies, de overtuigingen van anderen, van je familie, van je omgeving, maakt niet uit. Want hoe meer dat je je eigen essentie gaat gaan aannemen, gaat gaan trillen vanuit die essentie, hoe meer dat jij jouw unieke partner gaat gaan aantrekken. Degene die de ultieme spiegel vormt van jouw ziel. En dan is je relatie speciaal in een magische, opwindende en stimulerende manier. Wat dat jou dan weer doorheen een fantastische transformatie zal laten gaan, waardoor dat je nog meer in je kracht zal komen te staan. En zo, mooie mens, gaan we opnieuw weer die nieuwe wereld gaan creëren. Zo, dat was het voor deze week rond relaties en iets speciaals. Ik hoop dat het iets heeft getriggerd in jou. Ik hoop dat je er voor jezelf ook eens over gaat nadenken. Wat de relaties voor jou betekenen. Op welke manier jij het wil gaan doen. En wil je op een snelle, efficiënte manier werken aan problemen, blokkades of wat dan ook. Weet dan dat je met een transformatiesessie dat ik jou weer op weg kan helpen. En verder wens ik je veel licht en liefde. En een fantastische week. Zoals altijd van dienst voor ieders hoogste goed. Tot in de volgende. Dag.